Hey, ook ergens valt de Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe aflevering van Minecraft Pixelmon. En jongens, vandaag gaan wij de desert in, want ik ben benieuwd of daar iets van een tempel is, of een dungeon, of een NPC village. Ik wil gewoon eens gaan kijken wat er is. En als er een NPC village is, dan is het een enorm groot voordeel, want dan hebben we eten en dan hoeven we daar ons nooit meer zorgen over te maken. Dus het is een soort van geluk bij een ongeluk, zeg maar. Want nou ja, deserts zijn normaal gesproken niet zo heel erg goed, maar in Pixelmon eigenlijk wel. Oké, ik heb 10 vis. Moet wel kunnen, denk ik. Genoeg rantsoen voor dit. Even zien. Mijn meukosaurus is niet full health. Kut, zooi. Eens even kijken. What the fuck was dit? Is hier een Gastly dan of zo? Gastly. The fuck? Wat? Oh, dat is een glitch waarschijnlijk. Nou, het zal. Dat is waarschijnlijk nog iets wat later gefixt moet worden in Pixelmon. Eens even kijken. Oké, meukosaurus ziet er echt super episch uit. Volgens mij evolueert hij bij level 30 of 40. Volgens mij iets van 36, want daar evolueren alle starter Pokémon's. In Feraligatr. En dan hebben we gewoon de ultieme Meukosaurus. Dus dat is wel cool. Oké, goed. Eens even zien. Ik heb een waypoint. Even kijken. Dat is een Pikachu. Holy shit, je bent schattig. Oh my god, je bent zo leuk. Even kijken. Oh, en een Snorlax. Die is ook gigantisch. Even kijken. Laten we even de minimap erbij pakken. Waypoint, oké. Oké. Hij is er nog. Oké. Altijd even checken. Gewoon checken. Goed. Minimap. Activate. Eens even zien. Is er iets van een oneffenheid? Oh, daar is waarschijnlijk een dungeon. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar oh my god, dan wil een senseless met mij vechten. Nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Oké, goed zo. Maar zeg maar waar ik nu zeg maar naar kijk, naar de boven zie je een soort vierkantje. Dat is waarschijnlijk een dungeon, omdat het vierkant is. Dus dan gaan we daar naartoe. Even kijken, het is gewoon die kant op lopen. Oké, Imigrade aus. Oké, als er een dungeon is, kan heel goed zijn. Als er een skeleton dungeon is, zitten we gebakken. Kunnen we een Wilmer Bill gaan maken. Kunnen we eeuwen gaan farmen. Dus dat is super nice. Het is zeg maar gewoon een infinite bone meal dingetje. Dat is heel cool. Eens even zien. Oké, hier moet het wezen. Ik zei het. Oh, ik zei het. Ik wist het. Oh, Rish Minimap, you will never let me down. Yes. Even veilige weg naar binnen maken. Natuurlijk lijkt me logisch. Oké. Nou, alsjeblieft. Wat voor spawner is het? Een spider spawner. Daar gaan we niet zo heel veel aan. We zitten in die chest. Oké, hier is één. Oké, dat is niet echt hele boeiende meuk. En hier is er ook nog één. Oké, nou, weeds. Het is iets in ieder geval. En we hebben buckets en wat zadels, dus het is niet het beste wat we kunnen krijgen, maar beter iets dan niets. Dus even zien. Oké, nog meer oneffenheden of zo ergens hier. Misschien kan daar wat wezen. Nou, we gaan gewoon deze kant oplopen. En misschien vinden we nog iets van een cool fancy village of zo. Village ziet er echt heel duidelijk uit op Rage Minimap. Dat is echt heel cool om te zien. Even kijken, we hebben wel een desert wel gevonden, maar daar hebben we gereed aan. Dus wat dat betreft. Even kijken, misschien kan ik mijn dingetje even trainen op wat zielige noemels ofzo. Wat ik level ben jij, zielige noemel? Oh, je bent level 23. Fuck it. XP! Watergun! Oh shit, dat doet veel damage. Waarom is het zwaard in beeld? Dat zal wel. Hey, level 19, dus ik zal luiden. Even kijken, oké. Grote desert, holy shit man, dat is gigantisch. Ik zie alleen niks. Geen tempels, niks. Tiger biome hebben we daar, maar dat hebben we ook niet zoveel aan. Sommigen zullen het enorm irritant vinden dat ze dat ding in hun face hebben, die minimap. Alleen het helpt mij enorm met dus die dungeon vinden. Dat is wel grappig, even kijken. Ik zie hier zo 1, 2, 3 niet wat. Nog wel een noemel. En een diglet. Noemel! Goed zo. Watergun. Die is level 32, holy kut als ik deze kill, jongen. Dat levert mij zoveel XP op. Moet je zien, ik ga dat gewoon doen. Bam! 2 levels omhoog. Oh, ik kan nu Ice Fang. Ja, doe je Scratch. Shit, man. Dit is wel heel epic. Even kijken. Oké, we hebben dus niks gevonden wat boeiend is, zeg maar. Dus dat is wel een beetje teleurstellend. Nou, we hebben een dungeon gevonden. Dat is ook wat waard. Even kijken. Ik zie zo 1, 2, 3 niet echt wat. Behalve hier die desert wel. Witch Hut kunnen we gaan zoeken. Nee, daar hebben we geen reet aan in Pixelmon. Zal ik gewoon YOLO en gewoon die Magmar gaan killen? Nee. Ice Fang is wel heel effectief, denk ik. Laten we eerst het Dugtrio maar eens gaan uitproberen. Kom maar. Ice Fang moet heel veel damage doen, volgens mij.
Oh, dat doet echt gewoon helemaal geen kut gewoon. Milksaus is dood. GG, Diglett. Nou, nog wat op de map te zien. Geen ene flikker. Oké, Magmar, hallo. Zouden ze een Magmortar in de game hebben eigenlijk? Ik denk het haast niet. Nou ja, oh, Jungle Biome. Oké. La 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 la. Weet je wat we kunnen doen? We kunnen wel even snel wat Cocoa Beans beatsen. En dan kunnen we daarna gewoon lekker terug naar ons plekje. En dan kunnen we op cookies gaan leven, eventueel. Dat zal wel een idee zijn. Ik weet niet of dat een goed idee is, maar... Maar het is een idee. Oh, daar is iron. Heb ik nodig, dus ik ga erin. Ja, tuurlijk. Spring er maar in. YOLO. Ik heb die iron nodig voor pokeballs, jongens. Dus, en ik heb nog niet echt iets van iron tegengekomen. Dus wat dat betreft... Eens even zien. Oké. Okay. Ja, nee. Kom naar mij. Kom. Kom naar mij toe. Och, ja, dankjewel. Oké, okay. Wil ik hier verder naar beneden of niet? Fuck it. We gaan er gewoon in. Nee, we gaan er niet in. Ik heb de iron wat ik op dit moment nodig heb. Ik ga naar boven, hoor. Maar je niet gezien hier. Trusten. Oké, okay, hup. Zand dan maar. Dit is wel een veelbelovend cave system, dus ik zal misschien een waypoint gaan zetten hier. Uppakee. Oké, okay, weet je wat? Ik zet wel even een waypoint bij. Waypoint at... Swamp Cave. Swamp Cave. Dat is prima. Doe even off, back, exit. Oké, okay, goed. Nou, hey, ik ben in de Venonet. Zie je zien. Venonet. Oh mijn god, die elektro's zijn ook cool. Noem je wat goed bijna dood. Oh, wat? Nou, thanks voor de gunpowder. Oké, okay, Cocoa Beans, Cocoa Beans. Moet ik ook even een jungle tree hebben natuurlijk. ja, dit verstaat wel. Wat wordt dat donker dit toch? Kom maar, zo. Ik heb een Cocoa Bean. Ik heb één Cocoa Bean. Oké, okay, dat is goed. Heel goed, Ronald. Oh, twee Cocoa Beans, dat is nog beter. Kan dit ook weg? Ja. Hup. Hup, hup. En dat. En dit. Oké, okay, dat is wel goed. Dan moeten we nog even wat meer cocoa beans hebben. Want met dit wheat kunnen we koekjes maken. Het is niet echt een hele goede food source, maar... Nou, misschien kunnen we dat, wat dat betreft beter brood gaan maken of zoiets. Ach ja. Au, au, godver. Ik faal echt in jungles beklimmen. Echt niet normaal. 1, 2, 3, 4, foeps. Up, klim, 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 klim. Oké. Okay. Nou, klim. Goed. Ik word een berggeit, oké? Okay? Laat mij berggeit zijn. Geef, oké. Okay. Nog meer? Ja. Geef. Is allemaal voor mij. Is allemaal. 6 koekoepjes. Is goed. Dat is een polywag, oké. Okay. Die zie je ook echt overal. Ja, polywag, polywag. De geluiden lijken nu echt ook veel beter volgens mij. Even zien, ik kan niet wachten om mijn eerste Pokémon te gaan vangen, maar op dit moment is de eerste prioriteit een fatsoenlijke settlement krijgen. Misschien kan ik wel een trappetje vangen of zo, of misschien van een Poliwag. Nou, dus een Poliwag is ook een beetje dom natuurlijk, want ik heb een water Pokémon, dus misschien dan iets van een Trapinch of een Magmar of, nee, ik denk geen Magmar. Misschien kan ik wel op zoek gaan naar een Extreme Hills en dan kan ik daar wel iets van een coole Pokémon vinden of zo. Auron, misschien wel. Auron zal wel heel cool zijn in mijn team. Graveler, alleen daar moet je later in een golem evolueren dus. Maar ik wil de Pokémon's wil ik zo goed mogelijk van de scratch hebben. Ik wil ze van de eerste evaluatie om te zorgen dat ze de goede aanvallen krijgen. En dat ik ja, goede vriendjes wat met ze, zeg maar. Dus dat wil ik gaan doen. Eens even zien. Laten we even de waypoint activeren. Pokécenter on. Kijk, het is nog 300 meter lopen. Oké, dan. Maar dus, ik weet niet echt wat ik wil. Wat sowieso nog wel op mijn lijstje staat, is de Cyndaquil. Want Cyndaquil vind ik best wel heel erg cool, heb ik bedacht. Dus... ja, ik wil toch wel een Cyndaquil. What the fuck is dat voor raar iets? Wat is dit hier? Ik wil dit nou wel eens even weten. Is dit een cave of zo? Wat is dit voor raar spawn hier? Het zal... Oeh, cool. Dat laten we weer niet liggen. Maar dus ik heb werkelijk geen idee wat ik ja, nog voor Pokémon's moet gaan vangen. Dus als jullie nog een idee hebben, dan laat het achter in de comments. Ik weet dat een Ghastly heel erg goed is. Dus misschien doe ik dat wel. Maar moet ik even kijken. Ik wil sowieso zeg maar een beetje de standaard types water, vuur, oh hallo, Sandow familie.
Nou ja, water, vuur, misschien gras. Met de Turtwig misschien lijkt me wel episch om te hebben. Weet ik veel. Grond zou dan denk ik iets van Auron zijn of zoiets. Moet ik even kijken. Something in that range. Even kijken. Charmander lijkt me ook wel cool om te hebben, want die heeft weer in de Charizard en Charizard is cool. What the fuck, waarom liggen hier Ender Pearls? Oh ja, Abra's of Kadabra's droppen die dingen, hè. Daar is ook zo door. Oké, goed. Nou, we hebben in ieder geval een Murkosaurus level 21. Dat is in ieder geval een goede Pokémon om te hebben. Is dit nou serieus gewoon niet gegroeid toen ik weg was? Fucking geweldig, oké. Ik ga mijn spawn even anders zetten trouwens. Ik zet gewoon YOLO Swag hier in bed neer, zo. Dan spawn ik niet buiten het Pokémon Center en dat vind ik nogal vervelend. Dus doe ik gewoon dit. Doen we dit. Doen we... Nee, niet dat. Doen we dit. Doen we dat. Oké. En dan gaan we dit doen. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. En zo ja, vergeet niet om even een like achter te laten. Het helpt mij echt enorm. En jongens, je kunt me altijd even volgen op Twitter. @ShadowGames23. Zie je alle... Ja, gewoon alle updates over deze serie. En jongens, abonneer even voor meer. Maak even Pixelmon. Het is gigantisch hoe jullie mij supporten de laatste tijd. Even een klein bedankje naar al mijn trouwe volgers. Bedankt. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.